We gaan weer verder. Voor degenen die nu pas inhaken, dit is een bespreking van een requisitor dat is opgesteld in de strafzaak tegen de verdachte, en dan hebben we het over Jasper Steringa. En die wordt ervan verdacht dat hij Marianne Vaatstra om het leven heeft gebracht in de nacht van 30 april 1999 op 1 mei 1999. Koninginnedag, koninginnennacht. En het is een zitting die is gehouden in de van de meervoudige kamer van de rechtbank Leeuwarden. En de man in kwestie, die heet, en hier staat het, als dit document natuurlijk echt is, en hier staat zijn naam. Officier van Justitie H.J. Maas. En we waren hier gebleven, de vorige keer. We hebben het gehad over dat slachtoffer. Die was dus schijnbaar vrijwillig 110 meter een weiland ingelopen. En toen is ze op de rug gaan liggen, op haar jas. En toen heeft ze zelf haar tampon verwijderd. Dus niet op verzoek van dader, maar ze dacht zelf van, kom, ik haal mijn tampon er even uit. Ze had een legging aan. Dus om een tampon te verwijderen terwijl je een legging aan hebt, dan moet je toch echt je legging uitdoen, minimaal halverwege je bovenbenen. Ja, want je wilt natuurlijk niet dat die tampon je textiel smerig maakt. Hè? Ze trok misschien de knieën omhoog of zo. En volgens Henk Maus deed ze alsof ze de tampon weggooide om de verdachte op andere gedachten te krijgen. Maar helaas heeft het geen remmende werking gehad. Nou, ik heb er vorige keer bij stilgestaan. Als je een meisje van 16 bent of je hebt een dochter van 16, dan moet je die kinderen dus kennelijk vertellen. Als je midden in de nacht op je rug, op je jas, in een weiland, bij een boomwal ligt, dan heeft het geen zin om te doen alsof je een tampon weggooit om een verkrachting te vermijden. Daar kan je niet van uitgaan. En wat ik vorige keer niet gezegd heb, ik heb een aantal taalfouten hier overgeslagen. Die wil ik nog eventjes pakken. Even kijken, dus met die roek bijvoorbeeld, hier tussen, die haakje, tussen het haakje sluiten en die i van is, daar had een spatie moeten staan. Dus wat is hier gebeurd? Knippen en plakken bijvoorbeeld. Hier had een spatie of een komma moeten staan. Daar had een komma moeten staan. Dat overigens, dat is dus overbodig. Dat slaat nergens op, want die tampon is niet gevonden. Punt. Marianne was in de laatste dagen van haar ongesteldheid. Het zal wel. En deze noodvermelding heb ik het ook over gehad. Dat slaat dus helemaal nergens op. Ja, dit commentaar is toch even leuk. Ik zal het even voorlezen. Met wat Henk J. Maus beweert. Hij zegt, als je dreigt verkracht te worden en je, nadat je toekomstige verkrachter in de hand hebt gebeten en om hulp hebt geschreeuwd, gedwee het weiland inloopt met hem, dan toon je geen flink verzet. Juridisch gezien dan, hè? Vanaf het moment dat slachtoffer van de verdachte op haar rug moet gaan liggen, is het hoogst waarschijnlijk anders gegaan dan dat verdachte ons wil doen geloven. Nou,
Er wordt teken gerefereerd aan de verdachte. Maar hier met de verdachte en daar verdachte. Nou mag het volgens mij allebei. Hè? Maar het lijkt me wel dat je kiest of voor deze terminologie met die de ervoor. CQ dat je gewoon verdachte zegt. We zijn hier niet bezig met het schrijven van een roman of zo. En hoogst waarschijnlijk, volgens wie en op basis waarvan. Wat is de inhoud van deze term? Laat hem anders gewoon weg. En dat het anders is gegaan dan dat verdachte ons wil doen geloven, dat loopt die Henk Maus de hele tijd te beweren. Maar nu zegt hij dat vanaf het moment dat slachtoffer op haar rug, nou hier moet ik nog even over hebben, moest gaan liggen. Vanaf dat moment is het hoogstwaarschijnlijk anders gegaan. Nee, Henk Maus zegt dat verdachte liegt. Zonder meer. Moet gaan liggen. Nou, als ik hier dit lees. Even kijken. Vanaf het moment dat Marianne van verdachte op haar rug moest gaan liggen. Lijkt mij. Verleden tijd, ja. Of is dit straattaal of zo? Ik weet het niet, ik ben ook niet. Ik bestippel het maar even. Verdachte benadrukt meermalen. Ja, we hebben het hier over een liegende verdachte. De liegende verdachte benadrukt meermalen dat slachtoffer zich niet verzet heeft. Iets dat overigens pas later door hem is verklaard. Overigens? Sorry? Hoezo overigens? En wanneer heeft hij dat dan verklaard? Hij werd toch ergens in oktober, had hij zijn DNA afgestaan. Op 14 november hadden ze de match gevonden. En op 18 november hadden ze een tweede. Dus wanneer heeft hij dat verklaard? In ieder geval niet in 1999, want toen liet hij nog vrij rond. Dus natuurlijk heeft hij dat later verklaard. Maar pas bij het tweede verhoor of zo. En Marianne heeft zich niet verzet, behalve het schreeuwen en bijten. Ja? Dus slachtoffer heeft geschreeuwd en gebeten. Maar verdachte benadrukt meermalen dat slachtoffer zich niet heeft verzet. Het lijkt mij dat in deze zin. Het is het wel verzetten of niet verzetten. Het is allebei. Dan gaat Henk Maus aantonen dat verdachte zich flink heeft verzet. En dat doet hij op basis van de getuigenverklaringen van de leugenachtige verdachte. En verdachte heeft fors geweld gebruikt om haar verzet te breken. Verdachte heeft slachtoffer om het leven gebracht. Gekeeld. En dat. Haar verzet te breken. Wanneer is het verzet van slachtoffer gebroken? Ze liep toch schijnbaar vrijwillig mee? Wat als eerste opvalt, is waarom de verdachte haar niet vraagt om haar kleding zelf uit te doen. Hij hoeft alleen maar te dreigen met zijn mes, waar zij volgens hem al van onder de indruk was. Ja, de liegende verdachte. Oké, ik had het mis. En ik had echt een idee. Dat meisje van 16, die ik niet kende, en ik wist ook niet dat ze 16 was, maar die was er echt voor onder de indruk, hoor.
want ze liep 110 meter schijnbaar vrijwillig mee naar de boomwal die naar links buigt. Nou, en nu komt een hele mooie foutieve. Zien jullie hem ook staan? Want wat gaat hij hier doen? Hij gaat dubbele quotes gebruiken. Ja. Dit is dus één, als je niet zo de loop sluit. En dan krijg je hier een konje. Dus ik zal het toch even moeten opzoeken dat het nou heet. Maar een koppelteken. En dan krijg je de tweede. En dat is dus weer een letterlijk citaat. En Marianne zou zoiets gezegd hebben als, dan is dit dus geen letterlijk citaat. Want slachtoffer heeft zoiets gezegd als. Kijk, dan had je hier een enkele quote mogen gebruiken. En slachtoffer heeft dus gezegd, als je niets met het mes doet, zal ik rustig blijven. Ja. En verdachte heeft ook zoiets gezegd als, dus was er geen geweld nodig. Maar dat kan dus niet. Want, waarom zou slachtoffer zoiets gezegd hebben als, dus was er geen geweld nodig? Even begrijpen dat we dus een slachtoffer hebben en dat is iets anders als een dader. De dader zou gedacht kunnen hebben, als ik dus niets met het mes doe, dan zal ze wel rustig blijven. Dus was er geen geweld nodig. Dat kan de dader gezegd hebben. Maar niet slachtoffer. Ook niet zoiets als. Hè? Dat zegt een slachtoffer niet. Dus was er geen geweld nodig. Hè? En dat maakt Henk Maus allemaal op uit de woorden van de liegende verdachte. Maar er is wel geweld gebruikt. Ook al bij het doorsnijden van de kleding. Ik geloof de verdachte niet als hij zegt dat dit de snelste en gemakkelijkste manier was, omdat ik het mes toch in mijn handen had. En dat hij dit heel voorzichtig gedaan heeft en niet op een brute manier. Nou. Zien jullie de quoteringsfouten? Zal ik ze even aanwijzen? Kijk, je hebt dus in het Nederlands de enkele quote. Hè, en die gebruiken we als je een term aanhaalt. Heb ik het eerder over gehad. De stad Amsterdam heet Amsterdam. En dan de eerste vermelding van de term Amsterdam schrijf je gewoon met een hoofdletter. En dan de tweede, heet Amsterdam. Dan doe je om Amsterdam enkele quotes. En die zien er zo uit. Bij de meeste toetsenborden zit dat dus, je hebt de L en dan krijg je de puntkomma en dan zit daarnaast, aan de rechterkant van de puntkomma, de enkele quote. Daar zit die. En die staat hier ook. Ja. Dat zou betekenen dat hier de enkele quote geopend wordt en hier gesloten. Maar dat kan niet, want dit citaat, dat sluit hier en het sluit met een dubbele quote. Maar dat kan niet. Ja? Enkele quote openen, dubbele quote sluiten. Enkele quote openen, dubbele quote sluiten. Dat is dus fout. Ja? En dan bij het doorsnijden van de kleding. Dat is dus gebeurd omdat volgens de verdachte, dat was de snelste en gemakkelijkste manier, omdat ik het mes toch in mijn handen had. Dus als hij dat mes op dat moment eventjes bij de boomwal had gelegd. Van ik kom je straks wel even pakken voordat ik terug ga naar Oud-Wouden. Ja, dan had hij natuurlijk een andere methode. Dan had hij gewoon aan slachtoffer gevraagd. Goh meisje, doe jij eens even al je kleren uit. Dan was dat de snelste en gemakkelijkste manier. Maar hij had dat mes toch in zijn handen. En denk, nou ja, kom op. Ik kan het wel aan het meisje vragen. Maar laat ik zelf maar eventjes aan de slag gaan. En Henk Maus weet dat allemaal. Want verdachte heeft dit zelf gezegd. Hè? Maar hij gelooft dat weer niet. Hè? Tuurlijk gelooft hij dat niet. Want het verhaal klopt helemaal niet. Uit de bevindingen van 3D
sorry. Uit de bevindingen van 3D, daar gaan we het daar over hebben, blijkt overduidelijk dat het shirt van slachtoffer vastgepakt is met de linkerhand en na een mislukte eerste aanzet vervolgens met rechts is doorgesneden. Je ziet een sterk rafelige rand. Nou, deze wil ik even bij stilstaan. Wat wordt hier nou beweerd door de officier van justitie? Er zijn bevindingen van 3D. Nou, die zijn er natuurlijk niet. Er is een 3D-team. Een derde onderzoeksteam. Dus jullie waarschijnlijk ook opgevallen dat we nu op pagina 31 zitten en we weten nog steeds niet hoe het zat met het tweede onderzoeksteam. Of waren dat die onafhankelijke politiemensen? Dr. Kanter. Maar uit de bevindingen van het derde onderzoeksteam blijkt overduidelijk dat het shirt van Marianne vastgepakt is met de linkerhand door verdachte, door de dader. En na een mislukte eerste aanzet vervolgens met rechts is doorgesneden. Je ziet een sterk rafelige rand. Was het shirt van Marianne met de rechterhand beetgepakt en na een mislukte eerste aanzet vervolgens met links is doorgesneden, dan zie je geen sterk rafelige rand. Dus moet het wel met rechts of links of whatever. De verdachte heeft volgens mij, en dit is Henk Maus als rechercheur aan de slag, dus niet, dat staat niet in het rapport, ben jij gek. Nee, Henk Maus, die heeft zich verplaatst in situatie van dader en die heeft echt bedacht van ja, nee, als je in zo'n situatie zit, dan ga je toch op de benen van slachtoffer zitten, hè? Om haar verzet tegen te gaan. Dus Henk Maus heeft gewoon na al dat onderzoek van het eerste onderzoeksteam en het tweede onderzoeksteam en het derde onderzoeksteam, heeft Henk Maus nog wel wat nieuwe bespiegelingen. Waar hij dat op baseert, weten we natuurlijk niet. Hè? Het was misschien dat hij op een woensdagmiddag zat hij ergens een kopje thee te drinken en toen dacht hij van, ik weet het. Verdachte heeft volgens mij op dat moment op de benen van slachtoffer gezeten. Toen heeft hij dat onmiddellijk opgeschreven en later heeft hij dit in het requisitoor dan weer opgetekend. Het is leuk dat wij nu weten dat Henk Maus, ja, als Henk Maus verdachte was geweest, Henk Maus had op dat moment op de benen van slachtoffer gezeten. Heeft hij daar een ervaring mee of zo? Dat is toch erg voor woorden. Nou, en nu komt een hele mooie. Wat staat hier? Ik geef jullie even de tijd om zelf vast te stellen dat het logisch is dat ik hier een rode streep onder heb gezet. Ik zal hem even ontleden. Ik wil nogmaals wijzen op het DNA onder de nagels van verdachten die op dat moment daar gekomen kan zijn door krabben. Hij heeft het inderdaad eerder gehad over nagelvuil. Dat onder nagels zat. Waarvan we niet konden bepalen wanneer dat vuil onder die nagels was gekomen. En dat is in de regel ook best moeilijk. En nu gaat hij er nogmaals op wijzen. En dan de zin. Ik hoop dat jullie inmiddels begrepen hebben. Ik wil wijzen op, en waarop wijst hij dan? Nou, het DNA onder de nagels van verdachten. Dat staat hier echt hoor. Zal ik het even herhalen? Het DNA onder de nagels van verdachten. Oh, ja joh. Dat was dus op 14 november 2012. Nee, jawel. Even kijken. Nee, 18 november hebben ze hem aangehouden. Of zoiets was het toch? In 2012. Dus 13 jaar na dato
hebben ze DNA onder de nagels van verdachten aangetroffen. Ding dong! Die op dat moment daar gekomen kan zijn door krabben. Ja? Eerder wordt nog gezegd dat ze niet weten wanneer dat nagelvuil daar terechtgekomen is. Maar nu wel. Hij bedoelt natuurlijk te zeggen, op het DNA-profiel opgesteld uit de biologische monsters die gevonden zijn onder de nagels van slachtoffer. En dat DNA-profiel wat is opgesteld. Dat DNA die op dat moment daar gekomen kan zijn door krabben. Ja. Eigenlijk zou ik vinden dat Henk J. Maus per onmiddellijk op non-actief gesteld moet worden. En dat we een overzichtje moeten gaan maken van alle requisitoren die deze man heeft geproduceerd. Want als hij op deze luchtige, vrolijke manier een beetje wauwelt over een moordzaak, dat lijkt mij toch ernstig, of niet? Of hebben we allemaal zoiets van, ja, het maakt niet uit, er is een meisje vermoord, nou, dan moet je gewoon iemand aanwijzen. En liefst één iemand, en niet een groepje. Dan krijgen we hier weer een lekker stokje porno. Met een slechte bronvermelding. Zien we die al staan? We hebben tot nu toe gehad deelprocesverbaal, helemaal uitgeschreven. Deel-PV en deel-PV's. We hebben ook gezien een technisch PV. En nu hebben we een aanvullend. Heeft geen nummertje, dus geen dossiernummer van, dat is helemaal niet nodig. Iemand heeft gezegd, aanvullend PV, alstublieft. Houd de stempel erop, aanvullend PV. Het was ook de eerste aanvullende en de laatste. Het is gewoon de aanvullende. Verdachte snijdt de beide schouderbandjes van de BH kapot en de brede band, waarbij met zijn mes het ijzer van de beugel wordt geraakt. Dit weet Henk Maus allemaal op basis van de getuigenverklaringen van de leugenachtige gedachte. De beide schouderbandjes van de BH en de brede band. Daar had toch een komma moeten staan. Dat is een opsomming, toch? Hij snijdt de beide schouderbandjes van de BH kapot en de brede band. Ja? Dus de schouderbandjes die zijn kapot gesneden en de brede band is gesneden, ja, doorgesneden, kapot gesneden. Dat is niet zo belangrijk. Wat belangrijk is, het mes heeft het ijzer van de beugel geraakt. Nou, zeg. Je had ook kunnen volstaan als het allemaal waar was of zo. Hè? Je kan ook kunnen zeggen, de BH van verdachte was aan flarden gesneden. En of die nou eerst de schouderbandjes deed, of het eerst de linker of eerst de rechter en toen de brede, of eerst de brede en toen die dingen, dat doet er natuurlijk helemaal niet toe. Die BH was aan flarden. En dat doet er ook niet toe. Want Marianne Vaatstra is om het leven gebracht. En dat die BH kapot is, ja, je koopt zo een nieuwe BH, toch? Maar je koopt niet even een nieuwe dochter.
Deze eerste zin pakken we even. Ik sta weer even kort stil dat dit is geen bronvermelding. Dit is weer pagina 655 van dat ene document wat je niet hoeft te benoemen. Want iedereen weet waar het over gaat. Alleen ik niet dus. Ik, Perry Winkel uit Arnhem, ik weet niet. Pagina 655 van wat? Op de BH is geweld uitgeoefend, want de stiknaden zijn losgetrokken. Oh, ja joh. We hebben net over gehad dat de bandjes, de schouderbandjes zijn doorgesneden. Die brede band is doorgesneden. Maar nu weten we pas dat er echt geweld is uitgeoefend, want de stiknaden zijn losgetrokken. Welke stiknaden? Die van de schouderbandjes? Die van de brede band? De stiknaden rondom de beugel? Maar het staat allemaal op pagina 655, daar kan je het allemaal zien. Welke stiknaden precies zijn losgetrokken? En die maken geen deel uit van de lus van de BH die later om haar hals is geslagen. Ja? Weten jullie wat de lus van de BH is? Wat is dat? Ik draag zelf geen BH's natuurlijk, maar ik weet wel hoe ze eruit zien. Ik snap niet waar de lus zit. Je hebt de brede band doorgesneden, neem ik aan. Je hebt de schouderbandjes doorgesneden. Nou, waar is dan de lus? Dit betekent dat de BH met de nodige kracht moet zijn vastgepakt om de elastische stof door te kunnen snijden. Oh, ja, joh. De brede band, is dat ook elastische stof? Is dat, ja, is misschien wel zo. Oh. Die schouderbandjes, zijn die elastisch? Kan ik me eigenlijk niks bij voorstellen. We hebben weer een paragraaf aanduiding. Misschien dat ik nog een overzichtje moet maken van alle paragrafen. Maar ik neem aan dat we voorbij de inleiding zijn. En dit is dan binden met BH. Dat is en bold en italic. Dus en vetgedrukt en in schuinschrift. Terwijl inleiding. Even kijken hoe het stond ook weer inleiding. Maar volgens mij schreef die inleiding. Kijk, ik zit op 63. Onthoud het allemaal. 63 moeten we zo terug. Stop. Kijk. Dit is een paragraaf aanduiding. En die is alleen bold. Alleen maar vet gedrukt. Zien jullie dat? ...69 waren we toch? Ja, 63, sorry. Nou. Dus dit is misschien een subparagraaf of zo. Van, maar ik zou het echt niet weten. Daderspoor of zo. De verdachte zegt niets te weten of zich te herinneren over het binden. Over het vastbinden, denk ik dan. Het binden. Toch is onomstotelijk aangetoond dat daarvan sprake is. Ja, want op de polsen van Marianne, van slachtoffer, daar zaten verwondingen. En die duiden erop dat slachtoffer dus iets van handboeien om had. Of touw wat echt strak aangetrokken was. Je huid gaat niet zomaar kapot. Het door verdachte geschetste beeld van een zich nauwelijks verzettende Marianne valt steeds meer in duigen. Ja. Verdachte heeft gezegd dat Marianne die ging schreeuwen, de slachtoffer ging schreeuwen, dat wilde hij niet. Toen heeft hij een hand voor de mond gehouden,
Toen heeft ze hem in zijn hand gebeten. En dat wordt dus even benoemd, het door verdachte geschetste beeld van een zich nauwelijks verzettend slachtoffer. En dat beeld valt steeds meer in duigen. Dus het beeld dat Marianne wilde schreeuwen en dat ze hem in zijn hand heeft gebeten, dat beeld valt steeds meer in duigen. Ja? Hier word je dus, als ik eventjes mag, een uitweg mag nemen, heel even dan. Hè? In de tijd van de MH17 was ik in de Ardennen in België. En die vrijdagochtend, als ik het goed heb, was het op een donderdag dat het allemaal gebeurde, die MH17, in 2014 of zo, 2013, ik weet het niet meer precies. Niet zo lang geleden. En de volgende dag had een vriend van mij gelijk twee Nederlandse dagbladen gekocht. En daar stond, ik had de Trouw en die stond helemaal vol met hoe het precies gegaan was met de MH17. En daar stond gewoon op één pagina een quote van een piloot die zei: nou, omvliegen, dat kost zoveel benzine. Ja, dat kunnen we ons niet. Ja, dat kan de luchtvaartmaatschappij. Dat kunnen we gewoon niet betalen. En dan 10 centimeter daaronder stond een getuigenis van een andere piloot. En die beweert dan: Nou, dat scheelt niet zoveel hoor. Qua benzine, kerosine, nou, dat dondert helemaal niet, man. Zo'n klein stukje naar rechts. En dat is precies wat Henk Maus hier ook doet. Dus Henk Maus gaat bijvoorbeeld eerst zeggen: water is bobbelig. En dan even later zegt hij: water is vlak. En dan moet je zelf maar weten, is water nou bobbelig of is water nou vlak? Want hij zegt het allebei. Het door verdachte geschetste beeld van een zich nauwelijks verzettende Marianne valt steeds meer in duigen. Maar het is wel zo dat ze zich nauwelijks verzet heeft en ze liep schijnbaar vrijwillig mee. Ja? Nou. En nu gaan we dus leren dat Henk Maus ook wat weet van knopen leggen. Namelijk een platte knoop. Weten jullie wat een platte knoop is? Ik ken alleen maar de oude wijfknoop. De verdachte pakt de BH om daarmee haar beide armen op de rug vast te binden. Hij slaat de BH diverse malen om de polsen en legt hierin een platte knoop die hij blindelings kan maken. Want die gebruikt hij vaak om hekken dicht te binden die niet los mogen gaan. Nou, dan gaan we hier lekker om lachen natuurlijk. Want wat is de logica hier? Hier ontbreekt een komma. Daar wordt gesuggereerd dat verdachte dit letterlijk heeft gezegd, terwijl verdachte liegt. Ja, bijvoorbeeld kunnen vragen: goh, verdachte, wat doe je even een blinddoek voor? En leg jij nou eens even een platte knoop? En dat hebben ze 5 keer gedaan. En 5 keer legde die een platte knoop binnen een paar seconden. Nou, dan weet je dus dat verdachte die platte knoop blindelings kan maken. Maar dit heeft Henk Maus opgetekend uit de mond van de liegende verdachte. En dat Henk Maus aan het liegen is, kan je zien aan dit conjunct. Want dit is een koppelteken gewoon. Verdachte gebruikt de platte knoop om hekken dicht te binden die niet los mogen gaan. Dus verdachte die, volgens dit taalgebruik dan, verdachte die doet ook wel eens hekken dichtbinden, maar die mogen wel losgaan. En dan gebruikt hij de oude wijvenknoop altijd. En dan de platte knoop, die gebruikt hij voor hekken die niet los mogen gaan. En denk niet dat ik hier spijkers op laag water aan het zoeken ben.
Want dit is een legaal document op basis waarvan een boer uit Oudwoude voor 18 jaar de bak in is gestuurd. En die familie van slachtoffer, die is nog steeds gewoon hun dochter kwijt. In vele sessies heeft het 3D-team proefondervindelijk aangetoond, zoals vastgelegd in bijlage ZT32/33, pagina 1010-1017. Dat zijn 8 pagina's. Hè? Dat de aangetroffen tramrails, daar kom ik zo dadelijk nog op terug, sporen op beide polsen en een drukwondje op de rug van de linkerhand geheel passen bij het binden met de BH. Ook zijn kleine afdrukken van de stiknaden te zien. Zie je het voor je? En het heeft het 3D-team proefondervindelijk aangetoond op basis van opgewaardeerde foto's. Weten jullie nog? Nou, deze bronvermelding, bijlage ZD3233, ik weet echt niet wat dit is. Zijn het 2 ZD's, dus ZD32 en ZD33? En toevalligerwijze bij allebei, dus bij ZD32, pagina 1010 tot en met pagina 1017. En in ZD33 ook pagina 1010 tot en met pagina 1017. En we hebben natuurlijk al heel veel van die ZD-verwijzingen gezien. En er stond er gewoon ZD11 of zo. En soms met een puntje ertussen, soms niks. Soms tussen haakjes. Maar nu wordt er verteld, ja, kijk, deze bijlage die bevat dus ongeveer 1100 pagina's. Ik heb een bijbel hier ergens liggen. Ik kan even kijken hoe dik de bijbel is. Maar dat gaat ook richting dat soort pagina's. Pagina-aantallen. En die andere bijlage dus, waarbij geen pagina nummer werd vermeld. Ja, hoeveel pagina's hadden die eigenlijk? 1 pagina? Zo, ja joh. Nou, de aangetroffen tramrails. Ik laat jullie eventjes nadenken. Is dit Nederlands? Ik weet echt niet wat een tramrail is, hoor. Ik ben wel eens in Amsterdam geweest. Dan heb je dus trams. En Rotterdam trouwens ook. En dan heb je gewoon een tram. Ja, dan heb je zo'n tramrail. Ja. Tramspoor. Ik weet niet wat dat is. Ze bedoelen waarschijnlijk dat er dus op de... Kijk, als je dus iemand vastbindt met een handboei, dan kan je natuurlijk verwachten dat op de polsen, dat daar dus 2 serie verwondingen zijn. Namelijk verwondingen van die ene kant van de handboei, die in je huid met die scherpe kanten, en die andere kant. En die zitten iets van elkaar. En dan kan je denken, goh, net alsof de tram over de polsen van slachtoffer heeft gereden. En dat heet dan misschien een tramrail of zo. Juridische term misschien? En een drukwondje op de rug van de linkerhand. En dat past geheel bij het binden met de BH. Oh ja joh. Hoe is dat vastgesteld? En ik geef je ook eventjes om even na te denken. Ik weet niet wat de cupmaat is natuurlijk. En dat wil ik ook helemaal niet weten. Maar hoe bind je iemand nou vast met een BH? En we hebben het hier over een beugel-BH. Ga er zelf eens even over nadenken.
Hoe bind je iemand zijn polsen vast met een BH waarvan je de brede band hebt doorgesneden en de schouderbandjes? En dan heb je die beugels. Ik kan me ook voorstellen dat je zegt van nou, ik pak mijn herdersmes, ik snij die brede band er gewoon helemaal af. En ik gebruik alleen die brede band om haar polsen vast te binden. Want dan kan ik tenminste een fatsoenlijke platte knoop leggen. Want ik neem aan dat je geen platte knoop kan leggen als je in je handen twee cups hebt met een beugel erin. Lijkt me lastig knopen. Of weten jullie niet hoe een BH eruit ziet? Als Marianne met haar handen, als slachtoffer met haar handen gebonden op de rug ligt, ze ligt dus op haar jas in dat weiland bij die boomwal die naar links gaat, trekt verdachte haar legging naar beneden. Maar die gaan we er niet over hebben. Als jullie goed geluisterd hebben naar de vorige uitzending, dan heb je gehoord dat slachtoffer heeft op dit moment haar tampon al weggegooid richting de boomwal. En wanneer heeft ze dan haar legging weer naar boven gedaan? Want als je je tampon uitdoet, dan moet je je legging naar beneden doen. Of ben ik helemaal gek geworden? Wanneer heeft Marianne haar legging weer aangedaan? Hè? Dus verdachte die stond eens te kijken. Hij zei, meisje, ga op je rug liggen, op je jas. Bij de boomwal, naar links. Hè. En we hebben 110 meter gelopen, dus nou even meewerken. Nou, en toen deze dus vrijwillig haar legging naar beneden. Ze trok haar tampon eruit. En toen deze dus haar legging weer naar boven. Weer aan. En toen dacht verdachte, hey zeg, wat ik net zag, dat vond ik veel leuker. Wat doe je legging wel lekker naar beneden? Maar waarschijnlijk doordat Marianne zich blijft verzetten met haar benen. Lukt dit slechts met één broekspijp? Volgen we dit nog? Verdachte trekt de legging van slachtoffer naar beneden, maar dit lukt slechts met één broekspijp. Hebben jullie ooit een legging gezien in jullie leven? Als je een partner hebt, dan moet je gewoon vragen vanavond, anders neem je een joggingbroek. Gewoon even gewoon een juridisch experiment. En dan probeer je gewoon om de joggingbroek of legging van je partner naar beneden te trekken, maar slechts met één broekspijp. Ja, dat wordt even oefenen vanavond voordat je dat voor elkaar hebt. Vooral als je partner bijvoorbeeld zulke sterke benen heeft zoals slachtoffer had. Hè, die dagelijks waarschijnlijk iets van 20 kilometer fietsen per dag is in die contraille voor jonge kinderen heel normaal. En je aanvaller is een oude man die niet eens goed geslapen heeft, want hij moest controleren of ze koe nog moest kalven. Ja. En die heeft ook al een heel eind gefietst. Oh jee, wat erg is dit, hè? De verdachte probeert vervolgens, het ondergoed naar beneden te trekken, wat moeilijk gaat. Het ondergoed is iets naar beneden getrokken en er ontstaat ruimte om met zijn mes het ondergoed kapot te snijden. Hij snijdt het ondergoed aan de bovenkant in en steekt tussen de benen van slachtoffer door met het mes in de achterkant van haar ondergoed. Het mes is scherp en te zien is dat een perforatie in het ondergoed is ontstaan. En dat staat in het heilige boek. Godverdomme. Dit staat in het heilige boek op 8 pagina's. Dus dan kan je gewoon zien, dan moet je pagina 640 van dat boek moet je pakken. Dan heb je 8 pagina's lang, kan je zien dat er een perforatie in het ondergoed is ontstaan.
We hebben het hier dus nog steeds over slachtoffer en die heeft dus de lekking deels aan. Dus dat ene been, even kijken, hoe was het ook alweer? Hè? Dat ene been, waar staat hij nou? Ja, precies. Lukt het slechts met één broekspijp. Hè? Dus die andere broekspijp die zit nog om het been van slachtoffer. En dan gaat verdachte aan haar ondergoed trekken. En dat gaat moeilijk, volgens Henk Maus. Dat heeft Henk Maus zorgvuldig gecontroleerd. Op basis van de opgewaardeerde foto's. En de getuigenverklaringen van de liegende verdachte. Nou, en dit stukje tekst. Ik weet niet of jullie wel eens een recept lezen van snij de sliptong achter de kop van de vis in. En dan haal je de ingewanden eruit of je verwijdert dat. Je snijdt de slip aan de bovenkant in. Alsof we het hebben over het aansnijden van de kalkoen of zo. Wat is ondergoed aan de bovenkant insnijden? Ik ken dat niet. En steekt tussen de benen van slachtoffer door met het mes in de achterkant van haar ondergoed. Ah ja. Dus slachtoffer die ligt op haar rug. Ze mag inmiddels vermoeden dat ze in deep trouble zit, want het is 2:00 s'nachts, 110 meter verwijderd van de Keningswei, en dat is niet de Kalverstraat. Dat is gewoon een weg waar af en toe iemand langskomt. En die rijdt 80. Je bent kansloos. Dus dan mag je verwachten dat ze, nou, niet alleen met haar benen natuurlijk, maar ze kan hem ook gewoon met haar hoofd, hè, een knal voor zijn kaken geven. Ook al zijn haar handen gebonden. En hoe heeft hij die handen eigenlijk gebonden? Ze deed vrijwillig haar slip uit. Toen begon hij dus haar BH afflarden te snijden. Toen heeft hij haar vastgebonden. En wilde hij opnieuw dat die lekking naar beneden ging, wat slachtoffer al vrijwillig had gedaan. Ja, toen ze dat gedaan had, had ze de tampon weggegooid richting de boomwal. En toen dacht ze, nou, dan kan nu mijn onderbroek wel weer aan. En dan doe ik mijn lekking weer aan. Dan ga ik 110 meter terugwandelen naar de Keningswei. En eindelijk beginnen aan mijn lange fietstocht naar Zwaagwesteinde. Want ze is pas 200 meter, 300 meter voorbij het tunneltje. Ja, moet ik de kaarten nog even bijpakken? Het mes is scherp. Oh, ja joh. Het mes is namelijk scherp omdat er een perforatie in de slip is ontstaan. Ja. Kijk, het ondergoed van 16-jarige meisjes. Ik bedoel, mijn dochter is ook bijna 16. Dat zijn van die wij noemen dat wel eens flipjes. Oneerbiedig. Het is meestal geen hele. Je hebt niet ondergoed voor meisjes van 16 van spijkerstof of zo. Of tentdoek. Het is meestal gewoon. Ja, spulwezen, soms is het half doorzichtig en het komt omdat het allemaal met heel fijn materiaal wordt gemaakt. En ik kan bijvoorbeeld een pen nemen, gewoon een bolpen of een potlood. En ik kan zo'n gaatje maken, een perforatie maken. En daar heb ik helemaal niet een scherp mes voor nodig. Nou, het woord slip, dat is natuurlijk belachelijk. Ik probeer zoveel mogelijk ondergoed te zeggen.
kleding. En dat je dus de hele tijd dit woord herhaalt. Ja. Dus ik zal het gewoon even doen om jullie duidelijk te maken hoe dat klinkt. Ja? Dus ik ga het nu gewoon... Je hoeft hier niet naar te luisteren, het gaat gewoon om de klank. Slip, 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 slip. Het was nog erger geweest als hij gebruik had gemaakt van het woord slip je. Dit wordt voorgelezen bij een publieke horing. Hè? En de familie van slachtoffer heeft dit aan moeten horen. Slip, 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 slip. En moeder van slachtoffer weet waarschijnlijk over welk stuk textiel het hier gaat. Dat heeft ze waarschijnlijk al 30 keer gewassen. En aan de lijn gehangen. Of in de droge gedaan. Maar in ieder geval weer terug in de la van slachtoffer. En we willen helemaal niet weten hoe het zit met al dat ondergoed. Wij willen weten waarom heeft verdachte het gedaan. En hoe kon hij dat doen? Motief en mogelijkheid. En dan hoef ik helemaal niet 10 keer het woord ondergoed te horen. Ik ga even terug. Dit snijden lukt niet goed. En dan wordt zowel links als rechts de zijkant doorgesneden. Oké, dus wat Henk Maus hier bedoelde was... Kijk, slachtoffer had dus haar ondergoed nog aan. Haar legging was het verdachte gelukt, de dader gelukt. Haar legging was met één broekspijp was van haar been af. En die andere zat er nog om. Hè? En dan heeft dus dader... Die snapt wel, nee, ik ga dat slipje niet uittrekken, ik ga het doorsnijden. Ja. Nou, hoe wil die dat dan doen? Dus hij wil dat snip, dat stuk textiel, hoe moet je dat nou zeggen, door het midden helemaal doorsnijden. Ja, en dan heb je dus als slachtoffer plotseling twee slipjes aan. Namelijk één stukje zit om je linkerdij en het andere stukje zit om je rechterdij. Maar dan moet je dus... Het ondergoed helemaal van boven aan de voorkant helemaal doorsnijden. Dan moet je helemaal naar achteren en haal je hem door. Dat is natuurlijk niet handig, hè? Als je iemand zijn ondergoed wil verwijderen... en het is dus inderdaad zoiets als damesondergoed. Ja, ik heb geen zin om nu naar Google te gaan... en jullie te laten zien hoe dit stuk textiel eruit ziet. Maar het komt erop neer dat je aan de zijkanten... heb je een heel dun stukje. Bij een boxershort heb je dat niet. Hè? Zoals slachtoffer een boxershort had aangehad. En dan had hij dat anders moeten doen. Maar hij besloot dus om die slip door het dikste stuk doormidden te gaan snijden. En dat lukt dus niet. En dan beseft hij dan, oh, maar dat is ook hartstikke dom. Want aan de zijkant van slachtoffer, daar is het textiel heel klein. Ja, dat snij ik even door. En dan besefte hij ook dat hij dat zowel links als rechts moest doen. En dat is natuurlijk niet helemaal waar. Als je doel alleen maar is om een vrouw te gaan verkrachten, dan hoef je maar aan één kant door te snijden. Dat is echt genoeg. Check het maar. Gaan we naar de kast, pak maar een oud stuk textiel, doe het maar aan, knip het met de huishoudschaar aan één kant door en kijk maar wat er met je ondergoed gaat gebeuren. Nou, dat valt gewoon op de grond. Of het hangt aan je linkerbeen, maar je hebt geen ondergoed meer aan. Op bijna gelijke hoogte met de snijplaatsen, ja...
Weten we nog wat de snijplaatsen zijn? Ja. Wat zijn de snijplaatsen? En daar zijn twee wondjes op de bovenbenen van Marianne aangetroffen. Nou, weten we nog hoe de situatie was? Slachtoffer ligt op haar rug. Ze heeft haar legging nog aan, maar aan één been. En op haar bovenbenen zijn twee wondjes aangetroffen. Wacht even. We hebben het hier over het snijden van textiel. En dan gaat het over het ondergoed. Ja? Dat ondergoed, dat zat niet op haar bovenbenen. Toch? Het zit toch om je heupen, of niet? Nou, die wondjes die op de bovenbenen zaten, op bijna gelijke hoogte met die snijplaatsen. Ja? Ik weet echt niet waar hij het over heeft. Maar het ene wondje is van 1 bij een halve centimeter. En de andere van 3 bij 3. Maar dan is het millimeter. Ja? Dus dit wondje was 3 keer zo klein als dat wondje. Of, ja, zoiets. Ja. Millimeter, centimeter. Dus 10 millimeter per centimeter. Dus dit was 3 bij 3 millimeter. En dit was 10 bij 50 millimeter. Dus beter had hij hier 1 lengtemaat gebruikt. Want dan begrijp het mensen dat die ene veel groter was dan die andere. 1 van de wondjes is ingedroogd. En dit kan bloed zijn. Zo joh. Welk wondje was ingedroogd? Die van 10 bij 5 millimeter? Of die van 3 bij 3 millimeter? En die ene, zat die links? Zat deze links? En die rechts? Of was het andersom? En dit is pagina 1027 van Sexy Verslag. Wil probeer het maar uit. Ga maar naar Google en typ maar Sexy Verslag Marianne Vaatstra. Kijk maar wat je wint. Nou, wat je vindt is helemaal niks. Natuurlijk. Het mag duidelijk zijn dat dit de nodige pijn met zich brengt voor Marianne. Wat? Dat een van de wondjes ingedroogd is? Wat? 2 wondjes op de bovenbenen van Marianne. 10 bij 5 millimeter, 3 bij 3 millimeter. Het mag duidelijk zijn dat het aanbrengen van deze wonden de nodige pijn. Wat de F is nodige pijn? De onderliggende gedachte die je hier gepresenteerd krijgt, dat is een gedachte dat wij hopeloos verloren zijn. Dat is wat hier subversief tussen de regels door staat. En als je het niet onder ogen wil zien, besef dan dat ook als je het, of juist als je het niet onder ogen ziet, dan komt die boodschap over. Die boodschap dat er zoiets is als nodige pijn. Ik vind mezelf
een vriendelijk iemand. Daar is niet iedereen het mee eens. Maar dat noem ik gewoon de mening van vrijheidsuiting. Ik ben een vriendelijk iemand. En ik zal nooit zeggen dat het duidelijk mag zijn dat dit de nodige pijn met zich meebrengt. Want ik ben hier niet oorlog en vrede aan het schrijven. Of Gone with the Wind of zo. Dus hier had mogen staan, het OM gaat ervan uit dat slachtoffer op dit moment al pijn leed. Dat had je mogen concluderen. En dat mag je vertellen aan de zaal. Maar niet tegen de zaal zeggen dat het duidelijk mag zijn dat dit de nodige pijn met zich meebrengt. Maak ik het duidelijk? Want het is, als je hier lollig over doet en denkt, ah, maar het maakt uit, weet je. Ja, dan snap je hem niet. Dit is gevaarlijke rechtspraak. Dit is inquisitierechtspraak. En dat hij liegt, kijk, leugenaars, dat geldt in het algemeen voor mensen die dus psychopathisch gedrag hebben. Dat betekent empathieloos gedrag. Dat zijn angstaanjagende mensen, dat mag iedereen duidelijk zijn. Als je dat niet snapt, dan ga je maar kijken naar een film over Hannibal, de cannibal. Maar tegenwoordig kan je, het hele internet staat vol met allemaal movies over psychopaths. Nou, psychopaths, de belangrijkste eigenschap, de psychopaten, hè, mensen met psychopathisch gedrag. De belangrijkste eigenschap, de meest opvallende, is het gebrek aan empathie. Ja, die mensen die, een hele mooie van Hillary Clinton, die wordt geconfronteerd met die rare dingen over die ambassade in Tripoli. Of, nou, het ging in ieder geval over Libië. En er zat een, weet ik niet, man ook alweer, schiet me zo wat binnen, maar Hillary Clinton werd verhoord. En toen zei ze, wat maakt het uit dat er iemand dood is? Letterlijk, hè? Nou, dat valt natuurlijk op. Maar mensen met psychopathisch gedrag hebben meer opvallende eigenschappen. En één daarvan is dat ze niet creatief zijn. En dat leidt ertoe dat die mensen dus helemaal niet kunnen communiceren. Ze doen alsof ze communiceren. Het is voor ons heel erg goed om naar mensen met psychopathisch gedrag goed te luisteren. Want dan horen wij hoe je niet kan communiceren. Want iemand met psychopathisch gedrag die wil niet communiceren. Die wil een boodschap overbrengen en zijn zin krijgen. En de waarheid heeft voor iemand met psychopathisch gedrag juist geen betekenis. Sterker nog, het loopt ze dun in de broek als je ze confronteert met de waarheid. En dan kunnen ze gevaarlijk worden ook. Nog een keer. Nou, omdat ik gezegd heb dat mensen met psychopathisch gedrag geen creativiteit hebben, dan moet ik natuurlijk onderbouwen. Nou, wat dacht je van deze zin? De textiel wordt weggegooid en aangetroffen bij het hoofd van slachtoffer. Ik geef jullie eventjes de tijd om dit stukje Nederlands op je in te laten zinken. Het textiel wordt weggegooid en aangetroffen bij het hoofd van Marianne. Vatten jullie hem al? Wat klopt er niet aan deze zin? Nou, nu jullie het zelf allemaal ontdekt hebben, zal ik het gewoon, nou, ik zal je vertellen dat je gelijk hebt. Want waar het op neerkomt, er staan hier twee dingen. Ik heb jullie uitgelegd van de conjunctie. Dus je kan één zin maken en dan gebruik je een koppelteken. Ja.
En dan krijg je nog een zin. Dat is handig, want er worden twee dingen gezegd over dat textiel. Dat textiel wordt namelijk weggegooid en aangetroffen. Nou, wanneer werd dat textiel weggegooid? Dat moet om 2 uur 's nachts geweest zijn. Pak een beet. Wanneer wordt het aangetroffen? Dat was de volgende ochtend, toch? Dus dat je zonder meer zegt, het textiel wordt weggegooid en aangetroffen, bij de boomwal of het hoofd, maakt niet uit. Ja, daar horen tijdstippen bij. Want misschien was dat ondergoed wel weggegooid. En toen verdachte klaar was, toen dacht hij, oh, het ondergoed ligt bij de boomwal. Straks pakken ze me. Ik leg het even bij het hoofd van Marianne. Ik heb hier nog een opmerking links gemaakt, die laat ik gewoon zitten. Dan krijgen we weer een hoofdstuk. En dat heet dan, dat is weer dan in schuinschrift. Ja? En het heet verkrachten. Nou, nu krijgen wij porno. Ja? Ik moet eventjes ademhalen om dit te kunnen voorlezen. Dat begrijpen jullie hopelijk wel. We hebben het over een 16-jarige Friese vrouw. En die is niet meer onder ons. Die gaan wij nooit meer zien. Ra, ra, wie heeft dat gedaan? Nou, Henk Maus weet het. Want, hij zegt nu, verdachte heeft het lichaam van slachtoffer nu vrijwel naakt. Dus, hoe ver zijn we ook alweer? Heeft ze de legging nog aan? Wat denken jullie? Zit die legging nog steeds om het ene been? En hij begint, en dan krijgen we een letterlijke quote, van bovenaf naar beneden haar te zoenen en te strelen. Dus dader was geen voetfetischist. En dat weet Henk Maus, want dat heeft hij namelijk dat heeft hij opgetekend uit de woorden van de liegende verdachte. En dan krijgen we hier een woord, de linkerborst. Nou, dat is natuurlijk. Ik zou het zelf niet zeggen. Toont ook een bemonstering. Oh ja, joh. Net als de rechterborst. Een bemonstering met daarin het autosomale DNA-profiel van de verdachte. Dat klopt niet. Daar had moeten staan. Op de borst van Marianne, aan de linkerkant, is een biologisch spoor aangetroffen waarvan een autosomaal DNA-profiel is opgesteld. En dat is precies hetzelfde als dat van de verdachte. Maar er zit geen autosomaal DNA-profiel in een bemonstering. We zijn hier bezig om een boer uit Oud-Woude voor 18 jaar de bak in te laten draaien. En een eventuele andere dader, misschien was die wel met z'n tweeën, misschien heeft die boer het wel helemaal niet gedaan. Maar die mensen die lopen gewoon op vrij grond. Verdachte geeft aan dat hij rekening heeft gehouden met haar ongesteldheid en niet met de mond op haar vagina is geweest. Ja. Dus verdachte heeft slachtoffer schijnbaar vrijwillig 110 meter een weiland in laten lopen.
Toen deed ze alsof ze een tampon weggooide. En toen dachten, nou, Beffen zit er niet in. En dat noemen we dan rekening houden met haar ongesteldheid. Al die tijd is Marianne is slachtoffer vastgebonden en ligt de verdachte half op haar. Kan je je voorstellen hoe Henk Maus dit kan weten? En nogmaals, we hebben het hier over twee mensen die zich bevinden op 110 meter vanaf de Keningswijk. Nou, een zwembad. Hè?